Iedere dinsdag van 9 tot 10 uur is het zover bij de provincie Noord-Holland. Het PRIP-overleg, oftewel het Provinciaal Initiatievenplatform. Daarbij zitten alle beleidsvelden bij elkaar om zich te buigen over een vraag vanuit de gemeente of een initiatiefnemer op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ook de betrokken externe partijen zijn hierbij aanwezig. En binnen dat ene uur wordt er een besluit genomen. We zijn begonnen met de implementatie van de omgevingswet. En de omgevingswet daagt de overheden uit om sneller te reageren vanuit één loketgedachte, één overheid, meer integraal. Toen hebben we gedacht, van, nou, hoe kunnen we dat nou op een andere manier doen? Hoe kunnen we nou in die geest van de omgevingswet al gaan samenwerken? En kwamen we uiteindelijk bij het PRIP uit. Ik had de ingrediënt meegekregen. We moeten sneller, flexibeler, meer maatwerk. Maar ik dacht, ja, hoe dan? Wat is dat dan? Wat gaan we dan anders doen? Daarvoor heb ik allerlei gesprekken gevoerd met gemeenten, met wie we dus heel veel samenwerken. En aan hen gevraagd, hoe zie je ons? Nou, die reflectie heeft eigenlijk geleid tot de gedachte van een nieuwe werkvorm. En dat is het PRIP. Bij een PRIP-overleg staan een paar rollen vast. De voorbereider, de gespreksleider, de reflector, de vastlegger en de directeur. Hoe gaan zij te werk? Als werkvoorbereider krijg ik eerst vaak een mailtje of een telefoontje van iemand die dan zegt dat ze wel wellicht een casus hebben die interessant is om in het PRIP te bespreken. En heel vaak krijg ik dan al wel een beetje gevoel wat er speelt en of het de moeite waard is om wat verder te verkennen. Als dat dus inderdaad zo is, dan spreek ik vaak met de casushouder af om gewoon even de casus door te bespreken en vooral om de vraag die aan het PRIP wordt gesteld scherp te krijgen. We hebben een speciaal format wat 1 à 2 A4'tjes is, waar heel duidelijk en bondig wordt beschreven wat de casus is, wat de schuurpunten zijn en wat de vraag is. Het format moet kort en krachtig zijn. De collega's moeten snel kunnen zien of hun inbreng gewenst is. Ik nodig niet specifiek mensen uit. Het is iedereens verantwoordelijkheid om zelf het format door te kijken en te bepalen of je aanwezigheid nodig is. Ieder PRIP-overleg volgt een vaste structuur die de gespreksleider bewaakt. Belangrijke momenten daarin zijn de pitch van de casushouder, een ronde verhelderende vragen, de discussie, een peiling, het besluit van de directeur en de reflectie. Nou, als gespreksleider heb je denk ik een persoonlijke stijl. En wat ik erin stop is iets van ontspanning. Ja, dat kan op verschillende manieren. Ik probeer ze nu dan even een grapje te maken. Niet om het grapje, maar om het mensen even scherp te maken. Van, hey, maar waar ging het ook alweer over? En ik mag dan best wel een beetje iemand daarmee plagen. Ik mag ook streng zijn. Je hebt maar een uur de tijd. Dus er is weinig tijd voor uitweidingen. En waar ik erg op let is, komen er echt hele persoonlijke meningen? Of iemand zegt bij de verhelderende vraag, ja, maar je hebt niet gedacht aan het openbaar vervoer. Nou, dan ga ik dat plagen, hè, met een grapje, en dan zeg ik, oh, is je verhelderende vraag misschien van, hoe heb je gekeken naar het openbaar vervoer? Het tweede waar ik op let is zeg maar de inhoud. Je moet je gewoon goed voorbereiden. Ik heb het gelezen, ik zit er niet met een leeg hoofd. Ik ga er vanuit dat die anderen dat ook hebben gedaan. Als je begint met een verhaal en je moet toe naar die conclusie in één uur tijd, dan hebben we gemerkt dat die vraag er echt toe doet. En als je die vraag niet helder hebt, krijg je ook geen helder antwoord. En dan loopt het zeg maar weg. Mijn rol als scribent is om tijdens het PRIP-overleg van die post-its, die geeltjes, de belangrijkste termen en kreten die er genoemd worden op te schrijven en op een flip over te plakken. Dat is handig voor de gespreksleider. Die kan zien van, nou, zijn er nog dingen blijven hangen in het gesprek of moet ik nog ergens op terugkomen of wat wordt er juist veel gezegd. En dat kan hem helpen het gesprek te sturen en het is meteen een soort van vastlegging van het gesprek en de conclusie. Die schrijf ik ook op en dan maak ik er een foto van en dat is dan zeg maar het verslag van de PRIP. In mijn rol observeer ik vooral, dus ik kijk naar de deelnemers die aan de tafel zitten. En ik let op of ze de methode volgen en of men goed naar elkaar luistert. Of men ook inhoudelijke inbreng heeft en niet een persoonlijke mening. En aan het eind van het PRIP geef ik daar een reflectie op. Dus dan geef ik ze terug wat ik gezien heb en wat ik effectief vond en wat ik minder effectief vond. Wat belangrijk is, is dat ik in ieder geval neutraal ben en teruggeef wat ik zie in het overleg. Dus vooral, is het overleg effectief? Heeft het zijn doel gehaald? Dat check ik ook altijd aan het eind. En de interactie tussen de deelnemers, daar kijk ik naar. Nou, het is wel zo dat er meerdere mensen bij ons daarvoor opgeleid zijn. Omdat het ook echt wel een vaardigheid is. Want ja, je neemt zoveel waar.
En je hebt maar heel korte tijd, en je hebt het ook gezien, je hebt 2 minuutjes, 3 minuutjes de tijd om iets terug te geven. Dus je moet wel de essentie eruit kunnen halen. En ook het leren observeren en waarnemen is toch ook wel echt iets wat je moet leren. Uit een evaluatie bleek dat de kwaliteit van de besluitvorming in de PRIP hoog blijft, ondanks de snelheid. De betrokkenen zijn enthousiast over de aanpak en vinden zelfs dat de kwaliteit omhoog gaat. Het maakt ons snel. Niet alleen omdat we in 1 uur tijd een weloverwogen oordeel vormen over een bepaalde ruimtelijke casus. Maar ook omdat we het wekelijks doen. Dus er is wekelijks een timeslot beschikbaar waarbij alle collega's in principe beschikbaar zijn om deel te nemen aan een overleg. Dus we kunnen tegen gemeenten zeggen, nou, heb je een casus, kom langs en binnen 2 weken hebben we voor jou een antwoord. Het is transparant, omdat het staat open voor iedereen om aan deel te nemen of om te luisteren. En ook de casushouder zelf of de projectontwikkelaar zijn ook welkom en horen ook wat onze overwegingen zijn. Dus dat leidt ook tot meer draagvlak. En wat ook ontzettend fijn is, is dat we met elkaar een beslissing nemen. En dat is dus ook heel samenbindend. Er zijn een aantal dingen die ik gewoon heel erg mooi vind in de PRIP. Eén, dat we in 1 uur tijd al die expertise om tafel krijgen. Tweede is denk ik dat iemand van de directie erbij zit. De PRIP is omarmd door alle 4 de directeuren. En er is er altijd eentje hier aanwezig die ons helpt met het formuleren van de conclusie. Ja, en eigenlijk, dat is het derde punt, het is natuurlijk in de geest van de omgevingswet. Hè? Dus was het in het verleden natuurlijk heel gebruikelijk dat je zei, ja, het kan niet en ik sta voor mijn beleid, het kan niet. Probeer ik mensen nu mee te nemen in, ja, maar in de geest van de omgevingswet zeg je, wat een interessant plan, wat kan er wel?